Als je in het concertgebouw bent, voel je in iedere hoek de unieke muzikale historie van dit gebouw. Alle grote muzici, daar klinkt nog iets van na. Denk aan Mahler, Strauss, Ravel, Stravinsky. Uitgevoerd door de beste orkesten met de beste solisten. Echt uniek. Dat niet alleen. Het is ook een groot cadeau wat we gekregen hebben van onze overgrootouders. Die hebben dit gebouw gebouwd. En tot op de dag van vandaag wordt dit gebouw in stand gehouden door particulieren. En om u, particulieren, maar ook de bedrijven van dit land daarvoor te bedanken, een klein concertje. Noah Wildschut.